De afgelopen weken besteden we aandacht aan jonge mensen met dementie. En voor de gezelligheid hoeft het niet, want ja. Zo gezellig zijn we niet. Dat begon allemaal na een mailtje dat ik kreeg van Helma. Zij organiseert ontmoetingscafés voor deze mensen en hun mantelzorgers. En het onderwerp was mij niet vreemd. Ook mijn eigen vader werd jong dement en overleed uiteindelijk 15 jaar geleden aan deze ziekte. Dit is Henk. Dit is mijn vader en die zit normaal gesproken niet in mijn jaszak. Maar Henk overleed in 2008 nadat hij 10 jaar daarvoor zelf de diagnose jonge dementie kreeg. En in al die 10 jaar dat hij ziek was, denk ik niet dat ik ooit iemand heb ontmoet in dezelfde situatie. Dus deze groep blijft nog altijd redelijk onzichtbaar. En hij is zeker niet de enige. Alleen al in onze provincie wonen in elk geval 1000 mensen met de diagnose jonge dementie. Bijvoorbeeld John en Desiree, allebei 50er en allebei Alzheimer. En ze staan nog volop in het leven. Sta je op je beurt te wachten? Ja, een beetje wel. Ja. Nu zijn zij aan het spelen en waar mag ik weer, ja. Denk ik. Kijk, zie je? Als je als jonge kerel een vorm van dementie krijgt, zit je dan te wachten op dat iemand zegt, zou een dagbesteding iets zijn? Ik beschouw het niet als opvang. Ik bedoel, mij hoeft niet op te vangen. Nee. Zo slecht ben ik niet. Nee. Maar ik vergeet wel dingen. Ja. En het is ook leuk om mensen te zien, gewoon dan anders in mijn thuis te zitten. Leuk die computer en die films, maar als je dat de hele week doet, dat schiet niet om. Ik was jurist, ik zat een beetje in de stikstof, maar ook in de dus vergunningen ook de flora en fauna, ja. De bescherming daarvan. Ja. Nee, wat dat is wat je dan hebt eigenlijk. De anderen gaan door en zelf sta je stil. Dat is het eigenlijk. Dus ja, misschien zit ik nooit kinderen, kleinkinderen zien bijvoorbeeld, dat soort dingen. Ja. Je bent al aan het afscheid nemen, terwijl je nog gewoon in het leven staat. Ja. Ja. Wat Desiree daar zegt, is eigenlijk wat hem het meest geraakt heeft, deze serie. Op zo'n jonge leeftijd deze diagnose krijgen, verandert alles wat je hebt en wat je doet. Dat is ook wat Richard en Petra ondervonden. Toen Richard de diagnose Parkinson-dementie kreeg, toen veranderde alles voor het gezin met hun 3 zonen. Behalve dat Richard niet meer kon werken, konden ook veel leuke uitjes die ze altijd deden, op vakantie en naar concerten gaan, ineens niet meer doorgaan. Ja, 's ochtends zit er leven in me, 's avonds ben ik eigenlijk als een soort van dood vogeltje. Ja, ja. Hij maakt er een grap over, maar is het zo'n groot verschil? Ja, als we dingen proberen te doen, dan is het vaak de ochtend. En soms gaan we wel eens 's avonds uit eten, van 6 tot 8. Dan zeggen we, doen we het zo. Maar dan zorgen we wel dat we de hele dag verder niks doen. Nee. En het is ook maar 1 ding in een weekend vaak dat we doen. Want de rest lukt niet. Nee. Toch laten Richard en Petra zich er niet van weerhouden om op een aangepaste manier toch dingen te ondernemen. Zo gingen ze bijvoorbeeld naar de soundcheck van een concert in het Vulco Theater, omdat het echte concert 's avonds te druk is voor Richard. Hallo, hi. Ik ben Petra Havelaar. Hey, hi. Richard. Hey. Jij kwam even kijken. Ja. Ja, zeker. Hoe gaat het? Ja, met mij gaat het ups en downs, maar over het al, ja, dit, zoiets maakt het wel weer heel leuk natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Nou, mag jij zo bij onze soundcheck even aanwezig zijn? Oh, leuk. En dus ik neem jullie zo mee. Ja. En ik heb net gevraagd van, wat is nou zijn favoriete nummer? Dat is Something. In deze laatste aflevering wil ik het hebben over de toekomst. Want hoe zit het nou met het ontwikkelen van een medicijn tegen dementie? Ik praat daarover met het hoofdwetenschappelijk onderzoek van Alzheimer Nederland.
Nou, dat is precies waar ik het over wil hebben. Een toekomst zonder dementie. Hoe ver weg ligt die toekomst eigenlijk? Nou, daarover praat ik met Dinant Bekkenkamp. Hij is teamleider wetenschappelijk onderzoek hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoi. Hey, hoi. Ik ben Margreet. Hey, Dinant. Hi. Fijn dat je tijd hebt. Dat is geen probleem, ja. En zo'n opvallende binnenkomer ook. Ja, opvallende binnenkomer. Hè? Je had mij gevraagd om wat te laten zien over dementie en de gevolgen van dementie in het brein. Nou, hier zie je eigenlijk twee mensen van gevorderde leeftijd. Maar de ene heeft dementie ontwikkeld, de ziekte van Alzheimer specifiek, in zijn leven en de ander niet. Dus hier zien we echt de ziekte van Alzheimer en hier zien we een normaal brein. En bij de ziekte van Alzheimer zie je echt dat het volume van het brein erg afneemt. Hè? Dat krimpt, dat wordt een beetje afgeplakt. Je ziet er ook van die groeven in ontstaan. Dus je ziet dat heel veel hersencellen, die zijn af aan het sterven. De verbindingen van het brein, die worden beschadigd. En dat zie je ook echt terug op dit grote niveau. In de hersenen ingezoomd, dan zie je dat ook. Hè. Dan zie je allemaal eiwitten tussen de hersencellen ontstaan. Ja. En die veroorzaken deze schade. Ja. Nou kwam ik eigenlijk bij jou voor de hoop. Ja. Ja. Gelukkig. Ja. Ja. Dus ik stap uit de lift. Ja. Daar staat heel groot een toekomst zonder dementie. Ja. Ja. Hoe ver weg ligt die toekomst? Nou, de toekomst echt zonder dementie, die ligt nog wel echt wel ver. Dat moeten we helaas wel met elkaar, dat moeten we met elkaar wel toegeven. Hè. Daar moeten we eerlijk over zijn. Maar we maken wel steeds meer hoopvolle stappen. En dat is wel echt mooi om te zien. We weten steeds meer over die ziekte. Daardoor zijn er ook al wat medicijnen die soms wat symptomen kunnen remmen. Maar nu lijkt het er ook op dat we wat invloed kunnen hebben op die ziekte. Dat we de eiwitten die bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer veroorzaken, dat we die uit het brein kunnen halen. En het lijkt er toch op dat het al wat eerste effectjes heeft. Hoe hoopvol dat is voor de patiënt nu, dat is nog wel echt een vraag. Dat moeten we kijken. Zijn er groepen die daar heel goed op reageren of groepen die daar minder op reageren? Of heb je combinaties van therapieën nodig? Maar zo hoop je eigenlijk stapje voor stapje voor te bouwen op wat we weten. Ja. En zo uiteindelijk toe te groeien naar steeds betere remming van dementie. En uiteindelijk dan het genezen van die ziekte. Wat onderzoek naar medicijnen extra ingewikkeld maakt, is dat er zo ontzettend veel vormen van dementie zijn. Walter bijvoorbeeld heeft Lewy body dementie. Een vorm die zich kenmerkt door hele slechte fases en hele heldere periodes. Wat merkt u van de ziekte? De aftakeling. Is dat zoals het voelt? Ik takel af? Nee, echt niet. Je moet nog kunnen genieten. Ja. En hoe is het nu om... Uw vrouw woont in de Hooggraven. Ja. U woont hier in de Voorveldse Hof. Ja. Hebben jullie het goed samen? Ja, ik heb het nooit zo goed gehad. Zelfs als het anders wordt... Ja. Is het goed? Ja. Zo, we houden aan elkaar. Ja. Ik zou het niet willen missen. Nee. Ik wou bijna huilen. Over een kleine 30 jaar, in 2050, zijn we met 500.000 mensen met dementie. En die groei die kunnen we vooral toeschrijven aan de vergrijzing. We worden nu eenmaal met z'n allen een stuk ouder. En leeftijd is een belangrijke risicofactor als het gaat om dementie. Dinant legt uit dat onderzoek zich niet alleen toespitst op die oudere mensen, maar ook op jonge mensen met dementie. Zeker op die jonge mensen. En dat komt ook wel omdat die vormen van dementie bij jongeren vrij puur zijn. Dus bij het oudere brein dan gebeurt er van alles. Hè? De normale veroudering, maar ook een ziekte van Alzheimer, samen met misschien wel wat vaatschade. En bij jongere mensen zie je vaak een hele pure vorm van dementie. Echt alleen maar de ziekte van Alzheimer. Ja. En dat is ook wel interessant om dat te onderzoeken. Van, kunnen we die vormen van dementie, kunnen we die wel behandelen? Ja. En dan hoop je dat het eigenlijk zich doorvertaalt naar de oudere groep. Ja, en als we dan kijken naar de mensen die nu ziek zijn. Ja. Zijn die nog op tijd voor wat voor medicatie dan ook?
Nou, of ze op tijd zijn voor medicatie, dat is denk ik wel echt te laat. Hè. Je moet de medicijnen die nu worden ontwikkeld, die moet je waarschijnlijk heel vroeg in het proces, of eigenlijk al voordat dementie optreedt, dat je ze dan al moet nemen. Dus ja, als je dan nu al dementie hebt, dan komt dat eigenlijk te laat. Maar zeg je nou voordat dementie optreedt? Ja, ja. Dus we zien die eiwitten in het brein, die zien we al 10, 15, 20 jaar voordat iemand dementie krijgt, zien we die eiwitten al. Ja, dus die processen die zijn er voordat iemand dementie krijgt. Maar hoe filter je die mensen er dan uit? Ja, dan zou je bijvoorbeeld met bepaalde testen, hè, die eiwitten kunnen we zien met bepaalde hersenscans, met bepaalde met een ruggenprik. Ja. En we denken ook steeds meer dat het ook met een bloedtest kan. Dus dat we die eiwitten ook een beetje in het bloed gaan zien. En dat we zo onderscheid kunnen maken tussen mensen met die eiwitten en zonder die eiwitten. De mensen waarbij die eiwitten gedetecteerd worden, ontwikkelen niet allemaal dementie. Het lijkt erop alsof sommige mensen die ziekte als het ware kunnen uitstellen. Ze overlijden dan voordat de ziekte zich openbaart. Er is ook zoiets als weerstand tegen dementie. We kunnen onze hersenen waarschijnlijk fit houden, mentaal scherp blijven, veel blijven doen, nieuwsgierig blijven, lichamelijk actief blijven. En dat kan, zeker op latere leeftijd, dementie wat uitstellen, lijkt het. Ja. Mag ik dat samenvatten als we kunnen er zelf iets aan doen? Ja. En eigenlijk moet je dan zeggen voor de hele maatschappij. Stel nu dat we als Nederland zeggen wij worden het gezondste land van de hele wereld. We gaan met elkaar heel veel sporten, we blijven nieuwsgierig. We zorgen dat onze kinderen allemaal lang op school zitten. En dat we tijdens ons werkende leven ook heel actief blijven. We blijven lang werken, we blijven vrijwilligerswerk doen. Blijven sociale contacten houden. Nou, al die dingen, hè, onze bloeddruk houden we in de gaten. En als we dat met heel Nederland doen, ja, dan lijkt het er wel op dat we 20-30% minder dementie zouden kunnen hebben. Ja. Over de lange termijn, hè, want dat moet je wel lang volhouden. Actief blijven. En dat geldt voor je lichaam en voor je geest. Gezond leven, goed eten, goed slapen en sociale contacten. Dat lijken de ingrediënten om de ziekte dementie een beetje te kunnen uitstellen. En opvallend genoeg zijn het ook de ingrediënten die de ziekte vertragen als de diagnose eenmaal gesteld is. Nou, voor een hele volle pot, dus niet te lang inhouden. Wat maar, wil jij thee of een kopje? Wil je de suiker in? Nee. Bij ons in de provincie zijn verschillende soorten dagbehandeling voor mensen met dementie. Maar er zijn ook initiatieven die uitgaan van een soort vrijwilligerswerk. Zoals bijvoorbeeld in Montfoort en Woudenberg. Daar zit een organisatie die heet Dement Talent. En de naam zegt het al, die gaat uit van het talent van de deelnemers. Eerder filmden we al eens in Zeist, waar deze deelnemers meededen aan een tuinenproject. Meer tuin, meer mens. Het klinkt direct goed. Het is de naam van een project in Zeist waarbij ouderen met beginnende dementie helpen om tuinen op te knappen. En dat geeft alleen maar voordelen. Er ontstaat meer groen in Zeist. Het bewegen en de buitenlucht doet de vrijwilligers goed. En het is zo fijn om je nuttig te maken en een ander te helpen. Juist als je gaat inzien dat je zelf steeds meer hulp nodig zal gaan hebben. Moet ik even die kant uit. Huppata. En wij zijn van die beginnende Alzheimers. Ja, wij vergeten natuurlijk altijd alles. Nou, goed bezig mensen. Het is toch heerlijk zo, buiten. Lekker frisse lucht, lekker bewegen. Dan gaat het om toch even mobiel blijven. 6 weken geleden begonnen we aan deze serie. En de serie heeft me meer geraakt dan dat ik van tevoren kon bedenken. Gelukkig is er sinds de tijd dat mijn vader ziek was, 25 jaar geleden begon dat, heel veel veranderd. Er is meer onderzoek, meer kennis en veel meer begeleiding. Wat me vooral geraakt heeft is de veerkracht van alle deelnemers die ons zo ontzettend dichtbij lieten. Ik wil jullie heel erg bedanken dat jullie ons zo dichtbij hebben gelaten en dat we een heel klein stukje met jullie op mochten lopen. Het gaat jullie goed. Merkt u zelf iets van de dementie? Nee. Ja, en nu is het gewoon een beetje verder doormodderen. Zit je wel eens in de put? Nee, niet echt. Nou, het is zoals het is. Nou, wat deed ik dan? Dan liep ik naar boven, trok ik een andere jurk aan en dan zei ik, hier ben ik. En dan dacht hij, oh, daar was ik weer.
Maar Pimmetje moet er ook uit. Ja, ja, maar dat doe ik ook. Dit is thuis. Ja, ja. Zoiets, ja. Voelt het al een beetje zo? Ja, natuurlijk. Met de mensen om me heen is het goed. Goed. Ik ben toen een beetje vergeetachtig. Ja. Zijn ze allemaal hier? Ja, dat schept wel een band. Ja.